-10 seconds. En zo gaat het er ongeveer uitzien als die nieuwe presentator is te zien op tv. Nog maar 18 jaar is hij, maar vol ambitie. Olivier Deriga. Hij is na audities gekozen als het nieuwe gezicht van Apeldoorn.com. Wat voor presentator ben jij? Een leuke. Nee, ja, ik ben heel erg bezig met het publiek. Eigenlijk altijd wel zoekend naar de interactie met mensen. En ik wil eigenlijk wel een hele leuke avond altijd bezorgen. Dus voor mij hoeft het niet altijd per se te gaan om het presenteren. Maar mag er ook gewoon wat leuks omheen zijn, zeg maar. Het mag gewoon in het hele totaalplaatje gewoon een leuk evenement worden, zeg maar. Olivier studeert aan de Theateracademie in Amsterdam en heeft inmiddels in verschillende producties gespeeld. Zo was hij te zien in Goede Tijden, Slechte Tijden en de tv-serie Fataal. En nu staat hij dus tijdens de bandjeswedstrijd Plucht voor de tweede keer als presentator voor Apeldoorn.com op het podium. Dus Apeldoorn.com is eigenlijk een heel enthousiast team die ergens naartoe wil leven. En ja, dan merk je toch gewoon dat iedereen erg naar Plucht uitkijkt en dat dat een redelijk bekend evenement is. Dus dat is wel echt heel erg gaaf natuurlijk als je er zoiets mag presenteren. Olivier volgt Vilmos Pluim op, die het afgelopen jaar overleed tijdens zijn vakantie in Zwitserland. Een lastige taak. Het is heel moeilijk, vooral omdat je niet, zeg maar, in zijn voetsporen wilt treden. In de trant van dat jij hem maar eventjes opvolgt en dat we hem allemaal doen vergeten, zeg maar. Dat kan niet. Het is heel moeilijk om je toch te focussen op dat je de nieuwe presentator bent van Apeldoorn. Maar onderwijl ook wetende dat je eigenlijk iemand, ja, die al heel vroeg uit het leven is gestapt, opvolgt. En voor bekende mensen die bekend zijn met Vilmos. Hoe zou dat overkomen? Die vraag stel je wel eens af natuurlijk. En daar heb ik het wel op zich al moeilijk mee. Maar ik zal me daar uiteindelijk toch overheen moeten zetten. Olivier is vrijdagavond te zien in Gigant, waar hij Plucht presenteert. En binnenkort ook op TV Apeldoorn, als Apeldoorn.com weer met een nieuw tv-programma komt.